Hey beste mensen, Ben van Essen hier, jouw producer, coach. Ik hoop dat je een te gekke dag hebt en dat je misschien al wat mooie muziek gemaakt hebt of dat nog gaat doen. Zo nee, waar wacht je op? Ga aan de slag, ga iets te geks maken. Vandaag heb ik weer een video voor je die jou daarbij kan gaan helpen. Die je hopelijk kan gaan inspireren om weer iets moois te maken en om radiowaardige muziek te produceren. Want daar gaat het bij mij altijd om. Om het maken van muziek die een impact heeft, die mensen bereikt en die radiowaardig klinkt. En daarom gaan we vandaag het hebben over hoe jij een van de belangrijkste onderdelen, zo niet het belangrijkste onderdeel van jouw productie, heel goed kan laten klinken, namelijk jouw vocals. Ik heb namelijk 5 stappen voor je die je gaan helpen om jouw vocals van amateur naar pro te laten gaan. Dus hoe je van amateur naar pro vocals kan gaan in 5 simpele stappen. Daar gaan we induiken. En voordat we beginnen heb ik weer een heel tof nieuwtje voor je. Ik ga namelijk weer een nieuwe gratis live workshop geven. En niet zomaar eentje. Volgende week op 20 januari 2023, dus dat is even ervan uitgaande dat je deze video voor die tijd bekijkt, geef ik een Next Level Mixing Workshop. We gaan het hebben over mixen. Dit is een van de onderwerpen waar ik zo'n beetje de meeste vragen over krijg. Hoe werkt EQ? Hoe werkt compressie? Hoe kan ik het nou radiowaardig laten klinken, Ben? Wil je me dat misschien uitleggen? Ja, dat wil ik je uitleggen. Daarom ga ik een hele workshop geven over mixen en over hoe je jouw mixen kunt transformeren naar een radiowaardig niveau. Want nogmaals, daar gaat het bij mij allemaal om. Nou, wat ga je leren in die workshop? Een heleboel. Onder andere, je gaat de 5 stappen leren die pro-mixers gebruiken om radiowaardige mixen te maken. We gaan het hebben over de niet sexy, maar cruciale stap naar goed vertalende mixen. Hoe je met top-down mixen in 20% van de tijd 80% van je mix maakt. Hoe je in 10 minuten met alleen volume, faders en panning het grootste gedeelte van een mix maakt. En waarom het mixen in mono het geheim is van een perfecte balans. En goed verstaanbare vocals die bovenop de mix liggen. Daar heb je me misschien al vaker over horen praten. Dat is ontzettend belangrijk. Het stappenplan naar radiowaardige vocals ga je leren. Nou, daar ga ik je vandaag dus ook alvast eventjes een voorproefje van geven. We gaan het hebben over de simpele uitleg over next level EQ en compressie. Dus als dit onderwerp een raadsel voor jou is en altijd een beetje mysterieus blijft. Vooral compressie is voor veel mensen een geheimzinnig onderwerp. Nou, dat ga ik je heel simpel uitleggen hoe dit werkt, zodat jij na de workshop dit kunt gaan gebruiken en toepassen. Verder gaan we het hebben over hoe je een mix transformeert van middelmatig naar radiowaardig met next level effecten. En hoe je met automatisering je mix kunt elevaten, dus naar een volgend niveau kunt tillen, naar een pro niveau en het verschil kunt maken tussen een luisteraar die een fan wordt of die afhaakt. Super belangrijk. Als laatste, hoe je weet, ontzettend belangrijk, wanneer je mix af is en klaar is voor Spotify en de radio. Wanneer is je mix af? Dat is misschien een vraag die je wel eens stelt. Nou, en als bonus is er nog een live Q&A met mij aan het einde. Dus je kunt al je vragen stellen. Ik blijf net zolang totdat alle vragen zijn beantwoord. Nou, deze workshop die vindt plaats nogmaals op 20 januari 2023 om 19:30 s'avonds. Je kunt daar gratis aan meedoen. Je moet je alleen even aanmelden via de link die ik hieronder in de beschrijving zet onder de video. Als je aanmeldt, dan is jouw plekje gereserveerd. De workshop is eenmalig en er is geen herhaling. Dus zorg dat je er live bij bent. Ontzettend belangrijk. Als je dit wil leren, het is een ongelooflijk waardevolle workshop. Dan kun je er gratis bij zijn, maar je moet je dus wel even aanmelden en erbij zijn. Als je het mist, dan mis je het helaas. En dan kun je het niet terugkijken. Dus heel belangrijk, zorg dat je er ruimte voor inplant in je agenda. 20 januari 2023 om 19:30. Alright, dus dat is de workshop. Ga je daarvoor inschrijven? Nou, vandaag geef ik je dus alvast even een voorproefje met een stappenplan. Hoe je van amateur naar pro vocals gaat in 5 stappen. Ik zit hier weer in Logic, dat is mijn DAW. Misschien gebruik je ook Logic of Studio One of Cubase, whatever, maakt niet zo heel veel uit. Ik heb hier een liedje van mezelf, het heet MTV. Ik zal kort even een coupletje laten horen. So I said, son, when I was young, about your age, I dreamt of being on stage. I looked up,
my heroes. I saw them do it, what I do now. Now we're looking at our phones all the time. I want. Oké, okay, en voordat het refreintje begint, die zou ik precies zo nog even laten horen. Dit is hoe het uiteindelijk is geworden, hoe ik de mix heb gemaakt. En ik ga je uitleggen hoe ik dit gedaan heb en hoe jij ook dezelfde resultaten kunt krijgen. Want dit begint natuurlijk heel simpel bij een droge, kale opname. Ik zal je laten horen hoe dat klinkt zonder enig effect erop. Wat dan ook, zet ik alles uit. En dan klinkt het zo. Dus dit is een kale opname. So when I was young, about your age, I dreamt of being on stage. Nou, helemaal niet bijzonder. Dit is een opname die in principe iedereen zou kunnen maken. Maar hoe kun je dit nou dus transformeren van een middelmatige, amateuristische klinkende opname? Want als je dit uitbrengt zo, dan is het natuurlijk helemaal nog niet af. Dan klinkt het niet radiowaardig. Maar hoe kun je dat nou transformeren? Nou, daar heb ik 5 stappen voor je. En dat ga ik je laten zien. De eerste stap is om autotune toe te passen. En dan denk je misschien, ja, maar ik heb dat helemaal niet nodig. Nou, als je dat niet nodig hebt, helemaal prima, sla je deze stap over. Dit is een liedje waar ik de sound ook van autotune wel mooi bij vind. Vaak gebruik ik ook wavestune om een vocal handmatig te tunen. Dus nootje voor nootje, dan wordt het veel transparanter. In dit geval heb ik gewoon de metatune van Slate Digital gebruikt. Dat is een autotune plugin. En dan klinkt het ineens zo. So I said, son, when I was young, about your age, I dreamt of being on stage. Nou, helemaal niet super heftig. Het is geen Cardi B-achtige robotstem. Maar toch een beetje zuiverder. Subtiel. Dus dat is stap 1. Autotune toepassen. Stap 2 is om niet deze toe te passen. Maar dit is een tussenplugin die ik even gebruik. Ik gebruik namelijk de Slate Digital ML1 microfoon. Dat is een modeling microfoon. Die klinkt op zichzelf helemaal nergens naar. Maar in de computer kun je daar een model op zetten. In dit geval zet ik er een Neumann model op. En dan klinkt het zoals alsof je door die microfoon opneemt. Nou, dan klinkt het zo. So I said, son, when I was young. Dus je krijgt iets meer karakteristiek van, iets warmer en een heel mooie sound. Nou, dat is dus eigenlijk niet stap 1 of stap 2, maar wat is stap 2 dan wel? En dat is om EQ toe te passen. Ik gebruik daar de SSL channel voor van Waves. En daar doe ik eigenlijk maar 2 stappen in deze plugin. En dat is alle EQ die ik gebruik. Namelijk, ik gebruik een high pass filter, in dit geval op 109 hertz. Dus ongeveer rond de 100 hertz om het sublaag eraf te halen. Dat heb je namelijk niet nodig in een vocal. En daar schoon je opname mee op. En ik voeg een beetje hoog toe. 4 dB rond de 3-4 kHz ongeveer. Rond de 8 kHz. 4 dB rond de 8 kHz. En dat is alle EQ die ik doe. En dan klinkt het zo. So I said, son, when I was young. Heel simpel. Dus jij kunt het ook doen. Dan heb je niet deze plugin voor nodig. Dat kan met alle EQ plugins. Maar in dit geval heel simpel. Er is niet heel veel EQ nodig, dus pas ik het ook niet toe. Dus dat is stap 2. Dan stap 3, dat is om een compressor toe te voegen. En daar gebruik ik altijd heel graag de CLA 76 voor, ook van Waves. Dit is een 1176-achtige compressor die maar een paar knoppen heeft. Dus heel simpel. Snelste release. Een attack op 3, dus dat is een beetje medium snel. En op een ratio 4 tot 1 en dan krijg je dit. So I said, son, when I was young, about your age, I dreamt of being on stage. Dus het krijgt ineens veel meer energie. Het komt naar voren, het is in your face. En dit is precies de radio sound die ik wil hebben. En dan, dit is nog steeds stap 3, voeg ik nog een compressor toe. Namelijk een veel langzamere optische compressor. Dit is een LA-2A-achtige compressor. En waar die 1176 dus heel snel en agressief werkt, is die LA-2A weer heel langzaam en heel warm. En dan krijgt het een heel rond geluid van. En dat tilt het nog meer naar voren. Dus dan klinkt het ineens zo. So I said, son, when I was young, about your age, I dreamt of being on stage.
Dus dat is een tweede compressor. Dan stap 4 is om een de-esser toe te voegen. Want door al die compressie en ook doordat we het hoog hebben geboost met een EQ, worden de S's steeds scherper. En die gaan we een klein beetje de kop indrukken met een de-esser. Dat is ook een soort compressor die alleen reageert op de S's. Het ziet er zo uit en klinkt zo. Als je hem aanzet. When I was young, about your age, I dreamed of being on stage. I looked up. Dus waar dat oranje gebied is, daar zitten de S's en die duwt hij een beetje naar beneden. Dus subtiel, zodat het wat minder schel wordt. En dan heb ik hier nog één extra plugin op staan die niet in de 5 stappen valt, maar die wel heel belangrijk is. En dat is eigenlijk weer een compressor plugin, maar die gebruik ik niet voor compressie, maar puur voor de gate die erin zit. Want met al die compressie komt er namelijk heel veel rommel naar boven die er tussenin zit. Nou, die kan je handmatig wegknippen. Dat is ook de beste manier, zeg ik er meteen bij, maar dus heel arbeidsintensief. Dus wat ik vaak doe, wat ook heel goed werkt, is deze gate erop zetten en die is perfect ingesteld voor vocals. Kijk maar eens. Ik zal hem even aanzetten. So I said, son, when I was young, about your age, I dreamed of being on stage. Dus telkens tussen elke zin, elk zinnetje in, zet hij het signaal eigenlijk even uit. En doet hij dat heel subtiel, perfect getimed. Zodat je niet al die rommel er handmatig uit hoeft te knippen. Dus dat is even een soort shortcut, een soort hack om je vocals op te kunnen schonen zonder dat je dat handmatig helemaal hoeft te doen. Dat is nogmaals, dat is wel de beste manier om het handmatig te doen. Maar dit werkt ook heel goed met de RFvox plugin van Waves. Dus dat is, hebben we nu 4 stappen gehad. En de laatste stap, dat is om effecten toe te voegen. Nou, hier voeg ik een aantal effecten toe. Ten eerste een galm plugin. So I said, son, voor halve vintage verb. Dit is een plate op 2,74 seconden. Dus een beetje om wat ruimte en diepte te geven. Dus dat is het eerste effect wat ik toevoeg. Dan hebben we nog een effect. Even kijken of ik die. Die staat uit in dit geval. In het refrein zeg ik die wel aan. 5, bus 5 hebben we nog. Dat is een stereo verbreder. Een soort H3000 stereo effect. En dat klinkt zo. So I said, son, when I was young, even overdrijven. I dreamed of being on stage. Dus dat is een soort chorus-achtige plugin, maar niet helemaal. Dat geeft wat meer stereo-informatie. Daar wordt de vocal dus breder van. En als laatste in het couplet heb ik nog bus 7 aanstaan. En die gaat naar een space echo. En space echo is in dit geval een delay en een klein beetje reverb. En dat klinkt zo. So I said, son, when I was young, even overdrijven. About your age, I dreamed of being on stage. I looked up. Het is niet echt een slapback, maar het is wel een mono echo in het midden. Dus die geeft nog wat meer diepte. En die reverb geeft nog wat meer karakter. Dus al die effecten bij elkaar klinkt het zo. So I said, son, when I was young. En in de context van de muziek klinkt het zo. So I said, son, when I was young, about your age, I dreamed of being on stage. Dus in 5 stappen zijn we nu gegaan van een hele saaie, droge opname die klinkt. Zo. So I said, son, when I was young, naar dit, naar een radiowaardige vocal. En die klinkt, als ik alles aanzet, weer zo. So I said, son, when I was young, about your age, I dreamed of being on stage. Totaal anders. Het is helemaal getransformeerd. Nu heeft hij de juiste aanwezigheid, de juiste energie, de juiste diepte, de juiste ruimte. Dus dat zijn 5 stappen. Dus heel kort nog even. Stap 1, dat is om autotune toe te voegen. Om het wat zuiverder te maken en een bepaald effect te geven. Stap 2 is om
equalizing toe te passen. Dus een beetje high pass om het op te schonen, het helderder te maken met een high shelf EQ. Eventueel nog probleemfrequenties weg te halen of om het middengebied nog te benadrukken als dat nodig is. Dan stap 3 is om compressie toe te voegen. Nou, ik doe dat met een snelle karaktercompressor, een 1176 in dit geval, die heel veel energie toevoegt. En dan nog een tragere compressor die het geheel ronder maakt en het nog wat meer naar voren duwt, als het ware. En stap 4 is om dan een de-esser toe te voegen, omdat we nu waarschijnlijk veel te schelle esjes hebben. Dat doe ik dan in dit geval met de Iosis E2 de-esser, maar dat kan je met elke de-esser doen die je maar hebt. En dan stap 5 is om radiowaardige effecten toe te voegen. Dus in dit geval een beetje galm, een beetje delay. En een stereo verbreder. Nou, daardoor krijg je dus totaal andere aanwezigheid. En hetzelfde soort proces gebruik ik in het refrein. En dat zal ik je laten horen hoe dat klinkt. Daar komt het namelijk nog veel meer tot z'n recht. Now we're looking at our phones all the time. I wanna hear kick, snare, a bass guitar, see music, television. I wanna go back to the way things were here. Music that I'm used to. All the songs that they play on the radio are not like the ones that I used to know. Kick, snare, a bass guitar, see music, television. Where music is live. Oké, eventjes tot daar. Ik ga nog niet het hele liedje weggeven. Maar dit is een liedje dat heet MTV van mijn singer-songwriter project Benjamin Theodore. Nou, als jij nou veel meer hierover wil leren en wilt leren hoe jij next level mixen kunt maken die radiowaardig zijn, zoals ik dat dan noem. Dus die zo de radio op kunnen, die zo Spotify op kunnen, waar jouw luisteraars super enthousiast van worden en meer van willen horen. Doe dan eventjes mee met mijn live workshop die ik op 20 jaar januari 2023 geef om 7:30 s'avonds. Dit is een workshop waar je gratis bij kan zijn. Ik noemde in het begin al eventjes wat we allemaal gaan doen. Maar daar kun je dus bij zijn als je eventjes aanmeldt via de link die hieronder in de beschrijving staat. Dus ga dat doen als je dit maar ook maar enigszins interessant vindt. En als jij het verlangen hebt en de neiging hebt, de drang hebt, misschien wel de droom hebt om ook te gekke radiowaardigheid gemixen te kunnen maken en je loopt daar nu misschien op vast, je loopt tegen een plafond aan, je hebt de ambitie om verder te komen, doe dan mee met mijn workshop, daar ga je echt geen spijt van krijgen. Ik ga ontzettend veel waarde aan jou geven, ik ga je ontzettend veel leren en ik ga je inspireren. Je hoeft je alleen maar eventjes aan te melden, het kost je verder helemaal niks, het is 100% gratis. Dus klik op de link in de beschrijving hier onder de video om mee te doen. En het is een eenmalige workshop. Zorg dus ook dat je er live bij bent. Dat je niet alleen maar aanmeldt, maar er ook bij bent. Zet eventjes het in je agenda, zodat je het niet mist. Nou, ik heb er alvast heel veel zin in. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik je daar sowieso als je aanmeldt. En dan zie ik je volgende week weer bij een nieuwe video. Vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal en op het duimpje omhoog te klikken. Zodat je elke week weer een nieuwe video van mij kunt bekijken. En dan wens ik je een te gekke dag. Maak wat mooie muziek. En tot de volgende keer. Ciao!